Eén moment, dat is echt iets voor straks. Oh. Levert, als je even dat kan laten rusten, dan kom ik zo meteen. Sorry, even de spanning erin houden hoor. We hebben wat te vieren vandaag. En vandaar ook een extra vlog van RD Insight. Zoals je ziet, ik zit aan een gebakje. Die heb ik net gekregen van mijn collega Ab Jansen. Hij is nu met vertegenwoordigers van SDOK hiernaast. Gaan we straks weer naartoe. We kijken even terug hoe ik dat gebakje gekregen heb. Ah, ik heb een heerlijk gebakje voor jou. Oh, kom erbij. We hebben wat te vieren hier. Aha, en mag ik weten wat? Nou, we gaan de actie van de ED-actie voor de Christen van India gaan we afsluiten. Hebben we het dan over een recordbedrag misschien? Dat gaan we straks horen. Taart eten en vloggen, best lastig tegelijkertijd. Zo, het gebakje is op. Ik ga snel naar de ruimte waar ze bezig zijn. Kijk, hier zitten ze. Even kijken, kijk daar zit Ab Jansen. Ik zie hier iets onder zitten. Ik. Dat is echt iets van straks. Oh, David, als je even dat kan laten rusten, dan kom ik zo meteen. Sorry, even spanning erin houden hoor. Maar het komt straks, hebben we beloofd. Het komt straks. Ik denk dat we eventjes terug kunnen kijken voordat het grote moment. Dat houden we nog even uiteraard aan het eind. Die heb ik hier ergens liggen, die envelop. Ik denk dat het goed is om even persoonlijk wat terug te blikken. En ja, het is toch altijd een beetje het vredewerk van journalistiekbedrijven. Want je gaat weer herinneringen ophalen. Je gaat weer vragen, hoe was dat dan? Het is Orissa, 2008. Zij heeft haar man vermoord teruggevonden. Echt verschrikkelijk mishandeld, gemolesteerd. En dan ben je eigenlijk bezig om dat weer helemaal terug te halen. En je ziet het, ze hield het op een gegeven moment niet meer. En dan zit je dan met z'n tweetjes, zit je daar in zo'n heet kamertje. En dan zit je eigenlijk samen, zit je daar te huilen over wat er toen gebeurd is. De jonge lui zitten bijbelstudie te doen en te zingen. Allemaal jonge lui die echt die keuze hebben gemaakt voor het evangelie en tegen het hindoeïsme. En daar ook de consequenties van ervaren. De uitsluiting van de families. We hoeven jullie niet meer. We gaan het meemaken. Ja, voor alles wat nog staat. Dit mag je zelf hier halen. Hij zit hierin. 509 euro. Dat was meer dan het dubbele van dat we in principe hadden begroot. Echt ongelooflijk. En als ik dan nu het totaalbedrag hoor, ja. Nou, ik ben gewoon echt heel erg onder de indruk. Echt ook echt heel erg doorgeraakt. Op 25 januari, dit jaar, 2019, werd er in het oosten van India een kerkje in brand gestoken. Brandde de grond af, een grote geblakerde zwarte pyro bleef. Je kunt zich er ook bij voorstellen. Dan loop je tussen de asresten door. En dan valt je oog op een Bijbel. Op Jesaja 55. En daar staat het gedeelte waar, ik citeer dan ook, dat het woord van God nooit ledig zal weerkeren. En dat is wat hen overeind houdt. Dat is wat hen een moed geeft. En die Bijbel, toen ik dat hoorde, heb ik gezegd van, laat die Bijbel naar Nederland komen. Dat willen we jullie graag overhandigen. Oh, mag ik jou vragen om het doek eraf te trekken? Cornel, misschien wil jij ook bij komen staan? Ja. Heel erg bedankt. Heel hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van deze actie, Cornel. Ja. Ik ben bijzonder dankbaar. Ab, ook heel hartelijk bedankt. Je zei dat jij er stil van wordt. Ja. En van tevoren denk je van, ik ga zo'n kunstwerk maken of iets dergelijks, maar dit is. Er kan geen kunst meer maken, dit is werkelijkheid.